die echt schoon houden, oké? Ik verwacht een mega omzet en daar hebben jullie ook profijt van. Als we maar scherp blijven. Okay. Jullie kunnen gaan. Okay. Dat geldt ook voor jou. Heb je gehoord wat ik zei? Nee. Dus dan is het vast ook niet interessant. Om 8 uur wil ik 2 mensen in de garderobe. Om 9 uur komt er eentje bij. Dat regel jij. Lucas. Jawel, sir. Om 2 uur 8 man in de garderobe. Sorry. Waarom huil je? Ik vind het niet erg. Ik bedoel, ik verwacht ook niet dat je maar meteen het... Dat is het niet, dat is het niet. Ik heb altijd gevoeld dat er iets was. Dat je anders was. Maar dit... Het is niet eens in me opgekomen. Nee, maar natuurlijk niet. Ik wist het zelf nog niet eens. Echt niet. Oh, gelukkig. Oh, ik had het zo verschrikkelijk gevonden als je dit niet tegen mij had durven zeggen. Maar je had het liever anders gezien. Ik ben alleen maar blij dat je eruit bent. Echt. Als jij gelukkig bent, volgens mij ben je dat. Dan ben ik dat toch ook. Maar goed, niet iedereen zal je zo overdenken, hè? Ik wist dat papa niks van homo's moest hebben. Daar is hij altijd heel erg duidelijk in. Ja, het is allemaal grappig. Niks van aantrekken. Yeah, right. Ja, schat, hij is heel behoudend, zoals hij is opgevoed. Maar nu... Nu kan hij er niet omheen, natuurlijk. Ja, maar dat is alleen maar erger. Dat is niet zo. Denk je? Denk je dat hij zal accepteren dat ik niet ben zoals hij? Zoals hij dat wil? Schat, hij houdt van je. Dat verandert helemaal niks. Dat moet je niet vergeten. Hij is niet zoals jij, man. Oké, begrijp me niet verkeerd. Hij zal niet gaan staan juichen. Hij zal niet hoera roepen. Hij zal heel erg schrikken, denk ik. Ja, uiteindelijk. Als het erop aankomt, zal hij achter je staan. Hè? Zelfs als ik met een jongen thuis kom? Hij houdt van je zoals je bent. Oh, hey, ben jij even naar zaal 2? Want die microfoon is doorgebrand. Ja? Eindelijk, man. Ik heb je 100 keer geprobeerd Sorry, te bellen. Sorry, het liep nogal uit. Oké, en wat zeiden ze? Ik heb het alleen mijn moeder verteld. Wat zei ze? Ja, zullen we even naar de buur gaan? Anders gaat het makkelijker. Waar ga je heen? Ik ga even om mijn koffiepauze. Lucas.